De rechtszaak tegen de 33-jarige Ergun S. startte vandaag. Het gaat eerst om een pro forma zitting. De echte zaak begint later dit jaar. Ergun S. wordt ervan verdacht dat hij op beestachtige wijze een 56-jarige man en zijn 55-jarige vrouw uit Slochteren heeft omgebracht. Dit tweetal maakte op de vroege ochtend op 26 oktober 2019 schoon in de Pathé-bioscoop aan het Zuiderdiep in Groningen. Bij het buitenzetten van het vuilnis is de verdachte vermoedelijk de bioscoop binnengeslopen, waarna de gruwelijke moord heeft plaatsgevonden. De verdachte verklaart spijt te hebben van zijn daden. Volgens S. verkeerde hij in een psychose en gaat het nu hij medicijnen gebruikt een stuk beter met hem. Ik denk dat vandaag op de zitting duidelijk is geworden dat ook niet door cliënt wordt ontkend dat hij in de bioscoop is geweest. Hij is daar geweest. Hij heeft zichzelf ook herkend op de beelden, die camerabeelden die beschikbaar zijn van de bioscoop. Hij verkeerde toen naar het lijkt in een psychose, was er niet goed aan toe. Inmiddels is cliënt op medicatie ingesteld. Wat dat met zich meebrengt is dat hij nu meer terug kan kijken op datgene wat er toen is voorgevallen. En we zien heel erg dat hij enorm schaamte heeft voor wat er is gebeurd. En dat er bij hem toch een soort van behoefte bestaat om naar betrokkenen, eventueel naar nabestaanden, zijn medeleven en zijn spijt te betuigen. En dat is natuurlijk wel heel lastig, maar dat heeft hij vandaag toch wel op zijn eigen manier in ieder geval willen laten blijken. De zitting van vandaag is niet inhoudelijk. Daarvoor moet Ergun S. eerst psychisch onderzocht worden. De inhoudelijke beoordeling van de zaak die komt op een later moment, omdat we nu wachten op de bevindingen van het Pieter Baan Centrum. Waarom moeten we daar eigenlijk op wachten? Nou, uit het dossier zijn er wel aanwijzingen dat de verdachte verward was, op zijn zacht gezegd. Er zijn deskundigen nu gevraagd in het Pieter Baan Centrum om iets te zeggen over de psyche van de verdachte. Dat zal belangrijk zijn straks bij de inhoudelijke behandeling om daar wat meer over te weten. In hoeverre ook deze feiten hem kunnen worden aangerekend. Voor ons als verdediging is met name van belang dat er goed gekeken wordt wat er aan de hand is. Mocht hij volledig ontoerekeningsvatbaar zijn, dan vinden wij het van groot belang dat meneer eventueel in een TBS-kader daar de juiste behandeling kan gaan krijgen. Voor hemzelf, maar zeer zeker ook om te voorkomen dat eventuele andere incidenten zich in het verleden nog een keer kunnen voordoen. Ondanks een sterke bewijslast en het betuigen van spijt van de verdachte over wat er is gebeurd, heeft hij nog geen volledige bekentenis afgelegd. Er ligt veel bewijs tegen hem. De feiten zijn ook gefilmd. Hij heeft zichzelf ook herkend op die beelden. Heeft wel enigszins herinnering aan de feiten, maar is daar wat warrig over. Hij ontkent ook niet dat hij degene is geweest in die bioscoop. Dus dat is op zich een vrij duidelijk verhaal. Maar hoe het verder in zijn hoofd zat en in hoeverre hij dus toerekeningsvatbaar kan worden verklaard, dat zal onderzoek moeten uitwijzen. Ik kan daar niet op vooruit lopen. Maar de allerlaatste stap dat hij het gedaan heeft, die heeft hij nadrukkelijk niet gezet. Nou, hij weet het niet meer heel goed. Hij weet nog wel dat hij daar was. Hij weet ook wel iets over een mes en dat hij een confrontatie heeft gehad. Tot in detail komt het niet heel erg duidelijk naar voren. Maar dat is eigenlijk verder ook niet nodig. Het lijkt voldoende nu zo qua feiten dat we die kunnen vaststellen.